Bogas over de muur en het is de gelijkmaker. De reply van Waasland Beveren na 17 minuten spelen. Edmundsen, kijk, en Maderner bijna. Oeh, daar is de goal, natuurlijk. En zo komt Waasland Beveren op voorsprong. Het gaatje zoeken, trappen, bal wijkt af en dan gaat hij erin. Komt hij? Ja, de kopbal in de goal. 0-1 Waasland Beveren. En het is Hogas die scoort. Voor hem zijn vierde van het seizoen. Hij gaat buitenom. De voorzet is goed. En de goal opnieuw voor Waasland Beveren. En het is opnieuw Hogas. Twee keer met de kop. En zal dus 0-2 na nog geen kwartier voetballen. Of maakt Hogas het af? Hier komt Hogas en die legt hem binnen. En dus 0-3 Waasland Beveren. 0-3. Drie keer Hogas. Pritchenko bij Maderner. Bal komt voor en dan binnengezet. Binnengezet. De 2-1. Deze bal gaat wel door Kevin Hogas, de Fransman. Goed uitstappen van Mertens en Ribeiro Costa is sneller dan Van Balgem en is dus helemaal los. Ze zijn met zijn vijven. Ribeiro Costa geeft hem aan Hogas en die maakt het af. 2-1 voor Waasland Beveren. Goed uitgespeelde aanval. Vukotic. Pritchenko even haken met het hoofd. Maderner is opportunistisch en kan die bal controleren. Maderner legt hem breed en dit moet de goal zijn van Hogas. Dat is hij zeker. En zo staat het 0-1 voor Waasland Beveren. Al heel erg snel in deze wedstrijd na nog geen 5 minuten spelen.